bij leerlingen met een diep mentale beperking, is het belangrijk dat die leerlingen het echt voelen, het echt ervaren. En daarom hebben we ook aangepaste werkvormen, aangepaste activiteiten. Als ik bijvoorbeeld in de klas vertel over Jozef en Maria, dan wil ik dat de leerlingen voelen hoe dat Jozef zorgt voor Maria. Hoe dat hij een dekentje over haar legt en voor haar zorgt. Dan doe ik dat ook bij de leerlingen, zodat ze het echt beleven. In de klas zet ik bijvoorbeeld ook graag een kaarsje. Zorg ik graag voor sfeer, voor gezelligheid. Want de leerlingen voelen dat echt aan. De klas wordt verduisterd, we zingen een lied. Ik zing heel graag, ik speel gitaar. Ik ga bij iedere leerling neerzitten en zing dan een lied voor hen. En je voelt hoe dat ze dat aanvoelen. Je krijgt een glimlach en dat doet veel dan. Ook de manier waarop dat je zingt kan heel erg variëren. Als je Onze Vader zingt bijvoorbeeld, kan je dat heel opgewekt, heel blij zingen. Maar je kunt ook een keer voor rust, stilte zorgen en dat op een rustige manier zingen. Dan beleven de leerlingen dat helemaal anders.